Hier in dit natuurgebied bij Middelharnis woont een grote beverfamilie met twee burchten. Het is een ideale plek voor het waterdier dat zich in rap tempo voortplant. Hier heeft hij water, hier heeft hij voeding, dus hij kan hier het hele jaar vrolijk leven. We zijn op beverpatrouille om de schade te bekijken die het beest aanricht. Want ook al is het een prachtig dier, het is ook een veelvraat die dol is op wilgetakken, populierenbast, waterplanten en fluitenkruid. Als je kijkt, de wilgen die hij vorig jaar afgevreten heeft in de winter, dat zijn nu allemaal weer jonge wilgentwijgen waar hij zich volgend jaar weer aan gaat voeden. Hier kun je dus zien dat de bever aan het knagen is. Een half uurtje heeft hij dat door, hoor. Dat gaat heel hard. Ja. De bever is een joekel van een beest en dat verklaart de grote honger. Een bever is ongeveer 1,5 meter lang met de staart erbij en die weegt ongeveer tussen de 30 en 35 kilo. En er zijn erbij zelfs van 45 kilo. Maar hij plant zich ook snel voort en bouwt enorme burchten voor zijn familie. Nou, deze familie bestaat, denken wij, minimaal uit 25 tot 30 bevers in dit gebied hier. En dat betekent dat nu op een 50 meter afstand een tweede burcht is ontstaan 2 jaar geleden. En daar wordt ook jong op geboren. Dus zo zie je ze ook in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Dordrecht. Die zie je overal in de dorpen, steden, zie je ze voorkomen op dit moment. Alleen al op de Zuid-Hollandse eilanden leven er nu zo'n 2000 bevers. En als deze groei doorzet, hebben we er in 2030 4 keer zoveel. En die vreten zich allemaal een weg door waterkeringen en dijken, waardoor bomen omvallen en wegen en dijken verzakken. Ja, we hebben bij de Hollandse Delta hebben vorig jaar ruim 2 ton schade gehad, die we gerepareerd hebben. En dat bedrag loopt alleen maar meer op. En daar zijn we als waterschappen allemaal is echt wel zorgelijk aan het worden van ja, hoe lang gaan we hiermee door voordat we echt een goed beheersplan voor die bevers krijgen. Afschieten of afvangen mag niet. Daarom probeert het waterschap van alles om de schade te beperken. Door ze te verplaatsen en gaas- en damwanden aan te brengen. De eerste resultaten zijn hoopvol. Hey, die bever die hoort in ons gebied, dat staat boven kijf. Maar alleen de aantallen, daar moeten we beheren.